De VVD is het probleem van de wooncrisis, want de heer Koerhuis doet altijd heel erg stoer bouwen, bouwen, bouwen. Er wordt op dit moment niet zo heel veel gebouwd. En hoe komt dat? Omdat we jarenlang niet goed met onze natuur zijn omgegaan in Nederland. En allerlei rechtse kabinetten, met altijd de VVD erin, allerlei regels heeft bedacht hoe we toch onze natuur niet hoeven te beschermen. En uiteindelijk hebben we gezien met de stikstofcrisis, loopt dat vast. En inmiddels zitten we een half jaar na de uitspraak van de Raad van State, ligt de bouw vrijwel helemaal stil. En wat gebeurt er? Helemaal niets, omdat deze coalitie nog steeds aan het kissenbissen is of de maximumsnelheid nou wel of niet verlaagd moet worden. Of de boeren nou wel of niet uitgekocht moeten worden. Alsjeblieft, neem daar een beslissing over. En zolang je dat niet doet, zeg niks over bouwen, bouwen, bouwen.